Het ordereglement moet eerst goedgekeurd worden door de jeugdraad, alvorens die kan worden gehanteerd. Dit was onder andere de reden voor de schorsing van de eerst gehouden jeugdraadsvergadering op zaterdag 12 augustus. Fungerend voorzitter van de jeugdraad, CJ Wiebers, zei aan onze redactie dat eerst gewerkt zal moeten worden aan oplossing van de huidige obstakels, alvorens verder te kunnen gaan. Wel spreekt hij zijn bewondering uit aan het adres van zijn collega jeugdraadsleden voor hun waakzaamheid bij de beleid geldende zaken. Op het agenda vandaag was een verkiezingscommissie instellen. Volgens het oud reglement mogen er 5 tot 7 leden zitting nemen in de verkiezingscommissie. Maar volgens het concept, dat, ik zeg concept omdat het niet goedgekeurd is geworden, mogen er maar 5. En vandaar die moties en vandaar de schorsing. Was het moeilijk die beslissing te nemen? Ja, ja. Ik ben fungerend voorzitter. De eerste meeting van Jeugdraad Suriname. Het is niet gelopen als hoe ik dat had gewild. Maar dit laat alleen maar zien dat de leden opletten, attent zijn en weten waarover ze praten en waarvoor ze hier zijn. Dus ik ben ook trots op de leden van de Jeugdraad Suriname. Stephen McAndrew, minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, benadrukte de werking van de nieuwe jeugdraad en zegt dat het goedkeuren van het ordereglement cruciaal is voor verdere voortgang. De bewindsman voegde eraan toe dat het de bedoeling is actief te werken met de nieuwe raad. Nee, het ordereglement is gewijzigd. Er is een staatsbesluit aangenomen, zelf 2, om de overgang van Nationaal Jeugdparlement naar Jeugdraad Suriname te operationaliseren. Ja. Nogmaals, de jeugdraad gaat anders fungeren dan het Nationaal Jeugdparlement. Een van de belangrijkste zaken is dat de jeugdraadleden resorten toegewezen gaan krijgen waarin ze actief gaan moeten zijn. Zijn ze niet actief, dan zullen we tot vervanging moeten overgaan. Dit wordt zeker geen praatclub. Na de vergadering werden de jeugdraadsleden toegesproken door de minister over de ontstane misverstanden.